deze nieuwsuitzending, die wordt heel informatief. Die gaat over biologische waarheden. En hoe bijna niemand die weet. Iedereen is zo lekker biologisch bezig. Ja, ik ben eco-bio. Ja, maar wat weet je er nog van? Even heel kort reclame hoor. Ik hou die reclame kort. Maar onder deze uitzending, het wordt trouwens veel te veel. Maar er staat een schat aan informatie. Ik zou er even een paar uur aan besteden. Boek een of andere lullige tentvakantie. Een downloadje wat van die mp3's. En dan doe je je oortjes in. En dan ga je barbecuen. Voor de kinderen. En wat kost een tentvakantie nou? Nou, dat was genoeg reclame, vind ik. Over biologie. Ik ben altijd heel geïnteresseerd geweest in dieren. Roofvogels, hagedissen, ijsberen. En biologie op school, dat was echt schandalig. Daar was ik verschrikkelijk goed in. Ik weet nog een keer dat ik... Dat was op de HAVO. En daar was ik terechtgekomen omdat ik mij op school misdragen had. En dat had, denk ik, het een en ander te maken met het feit dat mijn vader weer eens pleiter was. Zonder gedacht te zeggen. Ja, dat hoefde ik hem niet te flikken, maar hij deed het mij wel. Dus ik was een beetje boos. Dus kwam ik op de HAVO, anders had ik op gelijk op VWO gezet. Hè. Gymnasium, nee, daar had ik geen zin in. Moet nog een beetje vrije tijd hebben hoor. Nou, op de HAVO, HAVO 5, biologie tentamen. Ik was in 6 minuten klaar of zo. En ik was de jongste van de klas. En ik denk van ja, als ik nu opstap. Het was heel simpel hoor, het was multiple choice, dus ja. Je hoeft niet de Oorlog en Vrede van Leo Tolstoj te gaan schrijven. Alleen maar kruisje zetten, kruisje zetten, kruisje zetten. Ik denk als ik nou wegga, dan krijg ik gezeik. Dus, er zaten van die grote knullen bij mij in de klas. Ik was 2 jaar ouder. Die neukte al meisjes en reden een brommer. Nee, ik netjes gewacht. Ik denk, maar ja, nou ben ik klaar met wachten. Hoor. En toen had ik een 8. Goed genoeg. Niet alles goed, maar dat interesseert me ook niet. Een 8, dus genoeg. Volgende ronde. Maar biologie vond ik altijd erg leuk. Maar toen ik een jaar 40 was, dan kwam ik opnieuw op de universiteit. En leerde ik van metafysica en logica en al die dingen. En ik moet erbij zeggen, dolt ik. Kijk, dat moet de jaren 80 geweest zijn. Dat ik het werk heb gelezen van Rupert Sheldrake. Of het werk, de belangrijkste dingen. Ik ben zelfs nog een keer langs geweest bij een lezing die Rupert Sheldrake gaf bij de Technische Universiteit van Enschede. Dat was verder rijden dan ik gedacht had. Maar ik had een mooie auto. En een vrouw. Met een... Nou, zeggen dat ook wel. Zo'n uiterlijk. Dat iedereen zegt, jeetje, wat een mooie vrouw. Heb ik naar Rupert Sheldrake geluisterd. En ik geloof die man.
toen vond ik hem in zijn empirie, heet dat. Experimenten doen, hè? Hij stond, een paar jaar geleden zag ik dat, dat heel veel op internet stond, Rupert Sheldrake. En dat hij zei van, ja, vroeger zat iedereen tegen mij te zeuren. Van ja, je hebt wel experimenten verzonnen, maar wanneer gebeuren ze nou een keer? Nou, we zijn nu inmiddels 10 jaar verder of zo. Hè? Hij zei, nou, ik heb de experimenten uit laten voeren. En inderdaad, ding dong, we have a winner in the house. Aristoteles, die heeft gezegd, of dat is opgeschreven in het Latijn. Dan, hè? Maar Aristoteles was een Griek. Maar die katholieke kerk, die hebben die hele meuk overgenomen en alles omgezet in het fijne Latijn. En zo heeft Aristoteles gezegd, anima est quodam modo omnia. De ziel is in zekere zin alle dingen. En wat een ziel is bij Aristoteles, ja, dat weet ik ook niet. Hoor. Moet je maar een Aristoteles-expert vragen. Maar Rupert Sheldrake kwam daarmee. Met hetzelfde. Hij heeft het over morphic resonance. Dus dat vormen zijn een vorm omdat ze resoneren. Het is een soort, ja, wat je in de snaartheorie ook hebt. Het gaat allemaal om resonantie. Resonantie der vormen. En die kan je sturen. Letterlijk heeft hij gezegd dat als je, dan moet je een trucje verzinnen wat, zeg ratten, hè? Wat ratten niet kunnen. Iets heel ingewikkelds, een Rubik's Cube oplossen of zo. Dat kunnen ratten in de regel niet. Maar niet zo ingewikkeld, maar de lat een beetje hoog leggen. En dan moet je misschien generaties gaan trainen. Aan het spel helpen en belonen en lekker eten en een lampje erbij en iedereen blij. Ja. Oh, we gaan weer oefenen. Ja. En dan leer je dan die ratten dat. En dat duurt dan zoveel generaties. Ja. Zoveel dagen of maanden. Het gaat om de tijd die het kost. Nou, en dan zeg je tegen een ander team van die rattenverzorgers. Van begin datzelfde experiment eens in Australië. Het eerste vond plaats in Amerika en het andere dan helemaal aan de andere kant. En daar doe je hetzelfde. En hoe lang duurt het dan voordat die ratjes dat kunnen? Nou, volgens Rupert Sheldrake moet die tijd in Australië, dus bij het tweede experiment, die moet korter zijn. Dat kan niet anders. Dat is bizar. Maar niet zo gek. Zelfs Aristoteles, die voelde hem al hangen. Van er is iets als de ziel, en die is in zekere zin alles. Ja. Op een bepaalde manier. Hij wist ook niet welke manier. Een modo omnia. Een soort van alles. En dat geldt al heel lang. Niemand kan er goed de vinger op drukken of opleggen. En we kijken dan naar al het levende. Ja.
Ah, maar dat levende, dat komt ergens vandaan. Het is bios. Leven. Vandaar het woord bioscoop. Bedenk ik nou wel. Een verrekijker naar het leven. Een scoop. Telescoop, microscoop en dan een bioscoop. En biologie? Dat is het enige waar het om gaat, natuurlijk. Want zonder ons, of jij zonder je lichaam, ja, dan is het over. Van die hoopvolle films van een hele aardige jongen, Ronald Jan Heijn. Van die familie Albert Heijn, van die supermarkten. Hele beroemde vent. Goeie hockeyer. Die heeft zo'n film gemaakt. Asja. Ik heb hem hier in huis. Staya Arusha of zo? Ik denk dat het Sanskriet is of zo. Best een leuke film, hoor. Die zegt dan zo heel hoopvol van, ja, als je lichaam er aan is, dan kan het zijn dat jij er nog bent. Alleen dat is niet leuk. Of zoiets. Ja, dan ben je er nog. Ja. Het schijnt dan volgens Ronald Jan Heijn van de Albert Heijn groep niet zo leuk te zijn. Maar dat gelukkig overkomt dat alleen maar mensen die tijdens hun... ja, levenswandel, een beetje gekke dingen hebben gedaan. Een soort van een verhaal van de hel. Het zijn leuke bespiegelingen, hoor. Ik vind het niet eng om daarnaar te kijken. Maar ik heb het niet nodig. Want ik weet dat als mijn lichaam voorbij is, ja, dan is de lol er van mij ook vanaf, hoor. Dan heb ik nooit meer een keer dat mijn bovenbuurvrouw tegen mij gaat lopen roepen van, hey, kan het een beetje kalmer naar beneden? Er slapen hier kinderen boven. Of de politie aan je deur. Dat heb ik nooit gehad, trouwens, maar... ja, maar nooit, maar is ook niet waar, maar... en je leven, dat is dat waar het om gaat. En jouw leven heb je bij de gratie van een werkend lichaam, in de mate waarin het werkt. Dus je kan wel zeggen, ja, ik heb een auto en die ziet eruit als een Maserati. En, nou, die kan echt 35 kilometer per uur, hoor, met de wind mee. Ik heb er ook van die zeilen op gezet. En nou, iedereen zegt, wat een mooie Maserati. Ja, en met een goede winderige dag, dan ga ik over de A12 met 45 kilometer per uur, hoor. Met mijn Maserati. Dat zeggen die esoterici ook. Jij verhoudt je tot het geheel. Als dat jouw lichaam een auto is... en jij bent de bestuurder. En de wereld, ja, dat is de A12. Wij zoeten meer naar links. Vanuit Utrecht gezien kom je dan in Zoetermeerzaad. Dat is... het zou ook de verklaring zijn waarom Christus Jezus zo makkelijk de pijp aan Shaki gaf. Het ging maar om zijn lichaam. Maar niet iedereen is van plan om op zijn 33ste als een of andere maloot aan een stelletje balken te gaan lopen hangen. Oh, mag deze bittere beker aan mij voorbij gaan? Ja, de meeste van ons die zijn gehecht. Die willen oud worden.
Je hebt helemaal geen zin in zo'n heldhaftig, heroïsch gebeuren à la Christus Jezus. Ja, had toch om een... De meeste mensen willen ook helemaal geen zelfmoordterrorist worden om onschuldige baby's in kinderwagens op te blazen. Kaboom. Ja, de meeste mensen zijn gehecht aan hun lichaam en ze willen oud worden. Ja, nou, dan ben je weer terug bij de biologie. Want zolang je lichaam bio is, levend, ja, ben jij dan nog. En de mate waarin dat lichaam dat niet meer doet, ja, ben je er ook niet meer. En neem Boy, die is spastisch. Ja, dan heb je een problematische verhouding met je lichaam. Maar ja, Boy heeft zoiets van, is er nog wat te zuipen? Ja, hij gaat dronken, ja, met een geldig vervoersmiddel. Een hele gevaarlijke elektromotor. Die kan iedere keer aan die accu exploderen, hoor. Nee, natuurlijk niet. Hè. Maar die banden van hem, die mogen wel een keer vervangen worden. Zei ik ook tegen Boy. Van, nee man, maar die banden. Ja, ja, zei Boy, maar dat is zo'n gezeur. Ja, en die gaat apen Lazarus in zijn geldige vervoersmiddel. Ja, zei hij ook de laatste keer even. Nou, ik vond het wel erg. Laatst was ik zo dronken en toen heb ik een paar krassen veroorzaakt bij geparkeerde auto's. Ik zei, nou, heeft iemand je gezien? Nee, zei Boy. Ik zei, nou, wil je nog een biertje? Kijk, dat is bio. Zeg je? Dat je echt al leeft. En niet zo zorgen maken. En dan die mensen die... Ik voel wat. En dan gaan ze naar een expert toe. Oh. Mijn moeder is ook zo'n hobbyist. En die consumeert de partij pillen, jongen. Nee, dat is niet bio. Dat is een hoop loio. Allopathie, je mankeert wat. En dan hebben zij een vraag, dat heet anamnese. En dat gaat tegenwoordig multiple choice. Heeft u groen of heeft u rood? Nou, ik heb ja, eigenlijk wat je zegt, ja, ik heb meer oranje. Oh, oranje, dus andere kleur. Oké, oranje. En is het s'morgens ook oranje? Nee, s'morgens is het blauw. Oh, wacht even, zit dat wel in de computer? Ja. Hè? Komt er zo'n spectrum uit. Hè? Er is, oh, u heeft de ziekte van Crohn. Ja. Weet je wat? Wat heb ik? Yo, de ziekte van Crohn. En dan gaan die oogjes van die allopaten helemaal glinsteren. Oh, dit wordt scoren. Ja, want als je ziekte van Crohn hebt, dan moet je dagelijks hoppetje pup. En het zit allemaal gecoverd in die 110 euro die ik elke maand te besteed aan jullie pillen gebruik. Als jullie zo nodig in leven willen blijven, moet ik 110 euro in de maand betalen. Voor je ziekte van Crohn pillen. En ALS pillen. MS pillen. We hebben er meer. HIV, AIDS pillen. Die is ook rete duur. Iedereen maar zeiken over het drugsgebruik hier in Nederland. Dan denk ik, ja, hoeveel drugs worden er dan wel niet verstrekt vanwege de officiële verplichte volksgezondheidsverzekering? En die drugs die smaken helemaal nergens naar. De enige die ik lekker vind die ze in de aanbieding hebben, dat is paracetamol.
Maar dat kan je in de supermarkt kopen hier. En dat zit niet eens in je ziekenfondspakket. Maar paracetamol vind ik nog wel lekker. Ik heb nooit hoofdpijn. Dat maakt niet uit. Paracetamol blijft paracetamol hoor. Ook al heb je geen hoofdpijn. Ik zou het niet nemen als je misselijk bent. Maar nee, ik zou het niet doen. Dan moet je denk ik braken. Maar als je je goed voelt, paracetamolletje erin. Hoppakee. En dan niet zo'n enkele dosis. Dat smaakt nergens naar. Het net als met bier. Dat gaat pas werken naar een glas of 6. Dat is die formele kant van die biologie. Dat ze allemaal in de gaten hebben. Oh, ik ken ook het verhaal van iemand. En die, wat had hij nou gedaan? Die werkte voor... die werkte voor zo'n verplichte volksgezondheidsverzekeringsmaatschappij. En er was budget. En het idee was om dan fabrieken... moet je zeggen, ja, werkplekken, maatschappijen, bedrijven te gaan bezoeken en al het personeel te gaan testen op hartklachten. En die man die vertelde mij dat hele verhaal en die zei er rustig bij van ja, ik had helemaal geen verstand van hoe het zat met hartklachten of whatever, wat maakt mij het uit. Dus ja, er ging wel in een budget en het heeft een hoop klandizie opgeleverd, joh. Dat was een product wat ze verkochten. En die bedrijven die betaalden daar dan voor. En dan werd zoveel procent van hun arbeidspopulatie door die machine die die man had aangeschaft namens de volksgezondheidsverzekeringsmaatschappij. Die zaten allemaal boven de 2% of zo. Dan heb je zo'n knopje, dan draai je een beetje aan en dan hoppakee, allemaal hartklachten. Oh. En ik vroeg nog aan die man, wat ben je nou mee bezig geweest? Nou, zei hij, het ging om omzet. Ik weet niet of ik dan... Wat ik mis in dat verhaal van die man is hoe het ging met die onschuldige arbeiderspopulatie mensen die door zijn machine zijn gedetecteerd als hartklachten. Oh, opereren, opensnijden, oh nee, oh. Ja, hoeveel doden? Hoeveel onschuldige doden heeft die man mede op zijn konto? En denk nou niet dat dit het enige verhaal is wat ik ken. Ik weet precies wie het verteld heeft. Ik weet ongeveer waar hij geboren is. En ik weet hoe oud hij is. Ongeveer. Ik weet precies waar hij woont. En is er iemand levend? Ilk. Ik kom er zo dadelijk op terug, hoor. En dat is dan de negatieve kant, hè. Maar nu de positieve kant. Er zijn 3 leugens over ons lichaam. Die ene leugen betreft het hart. De tweede leugen betreft de hersenen. En de derde leugen betreft het DNA. En of daar nou willens en wetens over gelogen wordt, ik denk het wel. Ik weet niet precies wie de schuldigen zijn.
Ik denk dat ik moet zeggen, net als Christus Jezus aan het kruis, van laat ons, de Elohim, ze vergeven, want ze wisten niet wat ze deden. Oh, dat meen je niet. Ik dacht dat een hond, dat je die in een kooi moet stoppen, net als een kanarie. En dan gaat hij blaffen. En dat is dan leuk. Net als een manneken. Oh, je moet een hond uitlaten. Oh, dat wist ik niet. Op dat niveau, zeg maar. Dat die mensen, die allopaten, niet weten wat ze doen. Ze weten het echt niet. Het weten ze ook niet, by the way. Laten we beginnen met de leugen over het hart. Van het hart wordt gezegd dat het naast de tong, je tong is je sterkste spieren. Ja, niet dat je met je tong de Eiffeltoren om kan duwen, maar qua spierdingen is erg lekker. erg lekker, ja, sorry dat ik het zei. Hey, koeientong is erg lekker. Niemand lust dat, want die denkt, gadverdamme, dat heeft iemand anders in zijn mond gehad. Namelijk de koe. De tong is wel lekker, hoor. Maar behalve de tong, is je hart een mean mofo. Wel, je biceps, van die mannen, die gaan naar die zwetende sportscholen toe, sportzalen toe, en een beetje lopen zweten, om die spieren te laten bewegen. Maar jouw hart beweegt de godganse dag. Jouw hart, ook als je slaapt, gaat je hart zo. Je hart heeft nooit rust. Als je hart ooit zegt van, nou, ik heb er nou even gezien in, hoor. Even 5 minuten vakantie. Ja, dat overleef je niet. Dat heet dan hartstilstand. Ik weet niet wat de maximale hartstilstand is, maar waar je nog van bij kan komen. Maar. Mijn schoonvader, die heeft een. Mijn liefste schoonvader, Piet van Dun. Aardige gozer. En die kreeg een hartstilstand. Maar die zakte in elkaar. En het is een vrouw. Oh, Piet, dat meen je me niet. En, ja. En toen hebben ze in het ziekenhuis hem een spuitje gegeven. En hij was binnen 20 minuten dood. Dankzij het spuitje. Dan zei die arts ook van ja, het was een anafylactische shock. Ja, God hebben zijn ziel. Dat zeg ik alleen uit eerbied voor Piet. En dat was een katholiek. Aardige vent. Ja, zo zijn die allopaten. Hier. Maar je hart, die hartstilstand die Piet heeft gehad. Ja, dat was natuurlijk even schrikken. Dan nou. En dat is meestal 's morgens vroeg. Maar die heeft hij overleefd, was dat nou? En toen zijn ze aan hem gaan frotten, gingen ze hem dotteren. En die dotteroperatie, die heeft hem de kop gekost. Hij kreeg een anafylactische shock van de concentratievloeistof. Waar het om gaat, die klojo's. Maar ze spuiten je in met iets van barium of zo. En dat licht mooi op. En dan moet je dat bestralen en dan kan je precies zien waar de aderen lopen. En dan doe je je toetertje erin en dan toet. En dan ga je de aderen oprekken. En dat is dan een levensreddende operatie. En in dit geval met de dood van Piet van Dun tot gevolg.
Nou, gelukkig had die arts, die had een assistente. En hij heeft tegen die assistente kunnen zeggen van, bel jij even zijn vrouw op. Dat die, handel je het even af, dan ga ik de volgende patiënt kijken of die er wel tegen kan. Je hart, hè, dat is de leugen. De hart wordt genoemd een pomp. En het is zo dat het hart pompt. Het hart is niet een pomp. Een kind kan zeggen, nou, mijn papa die voor zijn werk, hij gaat altijd in de file staan. En als hij thuis komt, dan gaat hij pinnen en dan gaan we pizza eten. En dat doet hij nou de hele week door. Dus in de file staan en pizza eten. Pinnen dus. File staan, pinnen, pizza eten en ik mag mee eten. Dat doet mijn vader voor zijn werk. Nou, in de ogen van een kind is dat ook zo. Maar het is niet zo. Het ziet er zo uit. Het lijkt alsof je hart een pomp is. En dat is het ook, want als het hart stopt met pompen, ja, dan zak je in elkaar hoor. Die pompfunctie van het hart betreft het bloed. Ga nu niet denken dat ik heel kinderachtig spreek. Nee, het gaat erom dat je met me meedenkt. Je hebt behalve je rode bloedstroming, heb je ook je witte bloedstroming, het lymfe. Die werkt ook met spieraandrijving, maar daarvoor moet je je uitrekken en gapen, een wandelingetje maken. Foute vrouwen neuken, ben je ook lekker mee bezig. Hè? Ja? Zo hou je de witte stroming in gang. En je rode stroming gaat door het bloed. Door het hart, sorry. En dat hart is een continue spiercontractie. Het klopt allemaal perfect hoor. Het menselijk lichaam, dat is beter dan de beste partij die Michael Tal ooit heeft verloren van Robert Spischer. Spassky, wou ik zeggen. Of die andere giganten. Even nog meer. Paul Kerris. De belangrijkste functie van je hart is dat het bloed, dat komt, dus, dat kan je uitrekenen. Hè? Je hebt 5 liter bloed en 1 hartpomp is, hoeveel? 200 milliliter of zo? En dan pompt dat in de rondte met een snelheid van, jawel, 1 seconde. Weet je ook gelijk waarom de klok tikt, soms de klok tikt, want dat is 1 seconde. Een frequentie van 60 hertz, weet dat ook wel? Nee, 1 hertz en dan 60 keer per minuut, zo moet ik het zeggen. Ja. 1 hertz. De muziek is daarop gebaseerd. Dus dat bloed, dat gaat langs de longen, dat neemt zuurstof op en whatever erin zit. En al die meuk die gaat naar binnen en die gaat dat lichaam in en een hup. En dat hart dat pompt en het zuigt, dus het is echt een zuigdingespompwerking. Dus dat bloed, dat kan alleen maar blijven stromen. En wat gebeurt er dan? Want dat bloed gaat naar buiten, hè, vanuit het hart, en het komt weer terug. Ja, daar zit informatie in. En dat hebben ze geconstateerd. Wordt gezegd. En ik geloof het.
jouw bloed, dat is veranderd. Je hart pompt het je lichaam in en dan komt het terug. En dan zit daar een verschil tussen. Het gaat op een bepaalde manier eruit en het komt op een andere manier terug. En als het precies hetzelfde is, dan is er niks aan de hand. En als dat verschillend is, dus het bloed wat het hart uitging, heeft een andere kwaliteit dan het bloed wat terugkomt, daar reageert je hart op. Je moest dus weten wat er met het bloed allemaal gebeurt. Terwijl het op reis gaat. Het moet langs de longen, het moet langs de lever, het moet voedingsmiddelen meenemen, afgeven, het krijgt van alles. Er is ook gezegd dat, wat was het gebeuren met? Ja, bij Boeing, het is al een tijdje terug hoor. Bij Boeing, die vliegtuigmaatschappij, die hielden vast aan analoge besturing door de piloot. En Air France, die hebben gezegd, nee, alles digitaal. Ja. Er is een vliegtuig van Air France, die heeft, hoe moet ik zeggen, net als in een achtbaan. Totdat die piloot erachter kwam dat ergens in de software dinges iets fout was gegaan. Dus als hij naar voren duwde, dat het juist naar achteren was. En toen moest hij dus van zwart naar wit veranderen. Van oké, ik snap het nou. En hij heeft het vliegtuig nog aan de grond gekregen. Ja, dat was erg bijzonder. En die jongens van Boeing, die zeiden van ha, 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 ha. Ja, wij houden vast aan het feit dat de piloot heeft zijn rechterhand. Ja, bij piloot is allemaal, moet je recht zijn, hè. houdt zijn rechterhand op de stuurknuppel, whatever dat ding. En dan voelt hij die trilling zo. Dan gaan we lekker, lekker analoog. Dus die piloot, die voelt mee met iedere trilling van het vliegtuig. Ja. Van het vlieggebeuren. We moeten wel heel aan de grond komen. En dat is je hart. Je hart voelt mee met je lichaam. En het hart wordt aangestuurd vanuit de hersenen met hormonen. Dus vandaar dat je als je een, dan kijk je een horrorfilm en dan raken je hersenen helemaal in paniek en die produceren dan hormonen en dan gaat je hart doek, 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 doek. Dat is info. Er gaat dan info van de hersenen naar het hart. Dat klopt. Kijk maar, gebruik maar wat. Van die kneukfilms. Zo'n Tieten Kont slasher movie. Ja. En dan ga je wel. Je hart dan, hè? Dus dan stuurt je waarneming, die stuurt je hart aan. En dat is zoveel bits. Niet eens zo gek veel, hoor. Maar zoveel soorten hormonen zijn er nou ook weer niet. En kan je nog gaan mixen, dat de hersenen een mix maken van een beetje dit hormoon, een beetje dat hormoon, een beetje zus hormoon. Maar zoveel bits zijn dat niet. Bits is een eenheid van informatie. Namelijk ja of nee, nul of één. En 8 bits is 1 byte. En 1024 bytes, dat noem je een kilobyte. Nou, dat gaat dan zoveel kilobyte vanuit de hersenen omlaag.
En dat transport omhoog van die informatie, dat gaat niet via hormonen. Dat gaat via elektrische pliep, 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 pliep. Pliep, 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 zoiets. Ja. Dat kan je meten. Dat is, je kan dat meten. En ze hebben bepaald hoeveel informatie er zat in de hoeveelheid die het hart naar de hersenen stuurde, hè, vergeleken met hoeveel omlaag, met die hormonen. Als je kijkt naar een horrorfilm of je denkt dat je naar een mooie vrouw kijkt, dat is er ook zo. Je ziet een vrouw en denk je, wat een mooie vrouw. Porno-kijker. Ja, dat kan je meten. Daar kunnen ze, noemen ze plakketjes op je lichaam. Dat is mij verteld, hè? Maar dat zal wel kloppen. Ja, plakketjes op je lichaam. En dan, ja, wat doe je dan? Ja, je meet stroomverschillen. Dus je weet dat er een bliepje voorbij komt. Een bliepje vanuit het hart. Kleine, hele kleine potentiaalverschillen. Daar gaat het om. Potentie. Dat is een elektrisch begrip. Niet, het gaat om kleine voltages. Ja, er is een meting aan gedaan. Hè? En ze zeggen dat de informatie die omhoog gaat vanuit het hart dichter is, of meer is, dan andersom. Een piet die in elkaar zakte, ja, dat is. Ja, hij zakte in elkaar, oh, that's it. Had je hem moeten dotteren? Nee, ik denk helemaal niet. Het had de dood tot gevolg. Dus is dat een goed idee? Nee. En het was best een aardige vent, hoor. Hij had gevochten in Indonesië. Maar in die tijd was het of je gaat naar Indonesië om daar beleefdheidsacties uit te voeren. Want kennelijk waren die Indonesiërs niet zo beleefd. Dus dan moest politioneel worden opgetreden. En ja, het was of op de boot naar Bananenland, of je ging naar Kamp Vught of zo. Samen met de NSB'ers. Ik zat met Piet. Het was mooi. Het was een kerstdiner. Maar zijn vrouw die kan niet koken. Dat was ook niet zo erg. Hoor. Dat is een lief mens. Ik denk dat ze overleden is. Inmiddels. En zijn vrouw, die kon dan niet koken. Maar ze wist wel van als je een feestje houdt, dan moet iedereen lekker te eten hebben. Kijk, maar dan gaan we ook praten, toch? En wat zij kon maken was aardappels schillen, dan een lekker koken en eieren erbij. En dan naar de supermarkt en blikjes halen met van die jonge asperges en ham. Kortom, dat was wel heel erg bezig geweest. En een goede Duitse wijn erbij. Die van die witte. Zo, had ik net al, dat was een lekker man. Een gekookte eieren, augurken en uitjes. Ja, ze kon niet koken, ze kon aardappels koken, een kartoffelsalade. Mayonaise erin.
En ik mocht links van hem zitten. En hij zat aan het hoofd van de tafel. En hij zei tegen mij, ja, ik had heen gereden. En zijn dochter, ja, die zou terugrijden. Dus ik mocht lekker tanken de tank. Dat vond hij ook wel leuk. Dus wij lekker aan het tanken de tank. Er was genoeg witte wijn. En Duits, dus we maken het uit. Tegen mij, ja, kijk, als je zo, als je dus iemand door zijn nek schiet en hij valt dan voorover in zijn zelf gedolven graf, dan gaan ze niet gelijk stil liggen. Ze gaan nog eventjes zo doen. Hij wappert zo met zijn armen en ik kijk naar hem en ik denk, daar kon je wel eens gelijk in hebben. Ja, wel een kip. Als je daar de kop afhakt, die staat ook niet gelijk stil. Je denkt, wegwezen hier, wegwezen hier. Ja. Misschien kwamen daar zijn hartklachten vandaan. En daar kon die man niks aan doen. Wat is dat nou? Het was of dat, of naar Kamp Vught. Tussen de NSB'ers. Ik ga deze afsluiten en ik ga het hebben, want ik heb maar één biologische leugen samengevat. Je hart moet een pomp zijn om te kunnen functioneren. Jouw vader, dat had jij bij een klein kindje, jouw vader moet in de file staan en die moet pinnen, hè, om pizza te kunnen eten. Samen met jou. Maar wat het hart doet, is veel meer. Het creëert een veld. Ze kunnen stickertjes op je huid plakken en dan kijken hoe je hartcommunicatie is. Je kan je hartcommunicatie ook meten op afstand. Jazeker. Jouw lichaam is veel meer dan een zak moleculen. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik ga even door met de volgende, want ik heb er nog twee te gaan, hè? Biologische leugens. Of over biologie op... biologie nummer 2, nummer 3. De volgende die gaat over de hersenen. Die zijn niet te vertrouwen. Das Gehirn. Nennen die Deutsche das... Hey, dank jullie wel voor het luisteren. Ik vind het best een mooie korte uitzending. En zoveel bier heb ik ook niet meer. Dus ik moet haasten. Ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Voel je hart eens. Want jouw hart weet precies hoe het gaat met je lichaam. En niet je hart laten kloppen van, ja, soms als je voor de gein naar horror kijkt of een blondine in een winkelruit. Dat is tot daaraan toe, hè? Maar hoe klopt jouw hart? Ben jij toe aan vakantie? WW-vakantie of UWV-vakantie of... Heel veel wat. Zo. Marco Robbersom, die is al jarenlang op vakantie. Die steekt ook geen vinger meer uit naar al die klootzakken aan. Waarom zou je je best doen? Laat alle hoop verloren zijn. Denk aan je hart.
Hoe voelt je hart zich? Ik ken mensen en die zijn van alles van plan en die sleuren hun lichaam van hot naar her, want dan moet dat lichaam weer aanwezig zijn bij de opening van het Buitenlandersmuseum in Steenwijk. Takken en draaien, man, naar Steenwijk. En op de terugweg, dan gaat de autoband nog kapot. En het ANWB-abonnement was niet betaald. En de pinpas, die is, ja, die chip, die is weer eens versleten. Vanwege de verbetering van het betaalwezen. Ik zou zeggen, kappen met die handel. En hou je hart in leven. De volgende, die wordt over de hersenen. En dat wordt lachen. En daarna over DNA. En dan ga je je helemaal bescheuren. Heb een beetje respect voor je eigen kutklote lichaam. Om het maar even politiek correct te zeggen. Je hebt of een kutlichaam, of niet. Ja? Of je hebt een klote lichaam. Eén van beiden. Ja, maar ik heb een kut lichaam en ik wilde liever kloten hebben. Dus ik, ja, heb ik nou een, ja, ik heb dus, ik heb een virtueel kloten lichaam. En ik ben aan het werk, hoor, om, dat ik kloten kreeg. Zie ik erg naar uit. En die andere mensen zeggen, ja, ik heb een kut, klote lichaam, maar ik wil graag een kut lichaam hebben. En die schijnen dan makkelijker geholpen te kunnen worden. Zo. Ja, mijn hart jankt bij dat soort verderfelijke Sinterklaas verzoeken. Ik moet nu echt gaan kappen, want ik wil gaan beginnen over de hersenen. Dan wordt nog veel meer lachen. Dus dit was biologie, leugensles, nummer 1. En hier komt nummer 2. En op zijn hamburgers, omdat al die hamburgers die zijn gebarbecued. En dat vinden we leuk. En daarom zeg ik dank voor al die gebarbecuede hamburgers op zijn hamburgers. Tjus. En dag lieverds.